Hoi, ik ben Ingeborg van MBO Mediawijs en deze tutorial gaat over Zoom. Zoom is een programma waar je online videochats mee kunt houden met collega's of met andere mensen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, of wat één iemand daarvoor nodig hebt, is even een account aanmaken. En de rest kun je uitnodigen via de mail. Dus het is ook volledig AVG-proof. Oké, welkom allemaal. Hartstikke leuk. We zitten nu nog even in Teams te werken, maar we gaan nu beginnen met op de link te klikken om in Zoom te kunnen gaan werken. Dus ik stel voor, open de mail op zoek naar het linkje wat ik jullie gestuurd heb. In de tussentijd ga ik even naar Zoom om eventjes daar de meeting aan te zetten. Dan ga ik eventjes naar mijn account. En in mijn account heb ik de eerste meeting aangezet. En dit is de meeting. En het enige wat ik nu hoef te doen is eigenlijk start de meeting. Dus dat betekent dat ik er nu in ben. Ik moet even Zoom .us openen. En dan gaat hij zelf opstarten. Ik hoef het trouwens niet te schedulen. Ik kan ook direct een meeting starten. Als ik dat zou willen. Dus ik sta nu open in ieder geval. En dan is het even wachten op mijn collega's. Dus in de tussentijd. Ga ik. Oh, maar het is er al. Ah. Tada! Ga ik even uitzien. Renske, die wil er ook al in. Nee. En nou is het alleen nog even wachten op Marloes. Ja, ik heb een. Oh, hier. Meeting ID. Ja. En dan zitten we vanaf nu zitten in Zoom te werken. Ik kan hier heel kort over zijn. Als je hier naar boven gaat, zie je de gallery view. Dan kan je je scherm in vieren delen. In dit geval omdat we met z'n vieren zijn. Ik kan hier ter plekke op dit knopje kan ik nog mensen uitnodigen. Ik kan ook mijn scherm delen. Dus als ik daar nu op klik en ik zeg bijvoorbeeld desktop. En ik zeg share. Dan zien alle deelnemers nu ook mijn scherm. Dus als het goed is kunnen jullie nu mijn scherm zien. En dan kan ik hier ook eventueel opmerkingen maken. Ik kan dus een ander scherm eventueel overnemen. En dat geldt ook andersom. Er zit aan de zijkant nog een chatruimte. Dus als je even niks wil zeggen en je wil het opschrijven, dan kan het daar in principe ook. Je ziet hier nu het knopje dat ik ook een opname aan het maken ben in Zoom. Dus dat kan ook. Dus alles wat je zegt kan tegen je worden gebruikt. Dus pas op voor dat. Nee, maar dat is dus een mogelijkheid. Hoeft dus niet in ieder geval. En nou, heel veel meer kan ik hier eigenlijk niet over vertellen. Zo simpel als dit is het. Je kan er dus eigenlijk alles mee wat je ook in een Teams-omgeving kan. Want de meeste mensen zijn daar wel mee bekend. Maar dit is natuurlijk vooral heel erg handig als je aan de gang gaat met mensen buiten je eigen team. Oké, nou, dank jullie wel voor jullie deelname. Misschien willen jullie nog wat leuks zeggen. Voordat jullie weggaan? Ja. Waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben, is dit een gratis tool? Ja, dit is gratis. Oké, goeie tool. Inderdaad, goeie tool. Heel veel plezier met Zoom, zou ik zeggen, als je het gaat installeren. En meeting. Oké, even een samenvatting over wat Zoom is. Je kunt met maximaal 100 mensen tegelijk voor 40 minuten bellen in de gratis versie. Zit je daar overheen, dan zal je een betaalde versie moeten aanschaffen. Eventjes heel snel, want ik liet net natuurlijk zien dat de meeting die ik al ingesteld had. Als ik word uitgenodigd door iemand en ik heb al een account, dan kan ik een join meeting doen. Host a meeting is, ik ga hem niet van tevoren instellen, maar ik ga hem ter plekke doen. En als ik dan eventjes naar mijn account ga, dan zie je waar ik hem kan instellen. Dat is bij meetings. Ik kan dus nu hier gewoon zeggen schedule a new meeting. En die kan ik gewoon instellen als zijnde, ik moet maar even test 2. Op een tijdstip wat ik hebben wil, 1 uur. Dat is dus te lang, want dat kan maximaal maar 40 minuten. En dan stel ik hem gewoon even in, mocht je dat in willen stellen trouwens. En op het moment dat je hem gemaakt hebt, save. Dan zie je hier het linkje dat je nodig hebt. En ik kan hier copy the invitation. En dit hele stukje kan ik zo mailen naar degene met wie ik de meeting wil hebben. Nou staat er hier wel een tijdstip in. Maar het is niet zozeer dat ze een of andere reminder krijgen. Dat is gewoon een afgesproken tijd. Dus ze moeten zelf op de tijdstip eventjes gaan inloggen. Op het moment dat je al
een installatie gedaan hebt, de eerste keer bijvoorbeeld, dan zie je in deze sneltoets zie je ook alle afspraken staan die ik al gemaakt heb, of alle gesprekken die ik gemaakt heb. En ik kan ook vanaf deze kant als een soort versneltoets meteen naar start een meeting toe. Het laatste wat ik nog wil zeggen, Zoom die is natuurlijk heel goed geschikt voor als je met andere mensen wilt chatten, videochatten, die geen teams hebben. Het hoeft niet zozeer in je eigen team te zijn, maar het moet wel als je met teams aan de gang wil, met mensen die ook teams geïnstalleerd hebben. En dat is meteen het grote voordeel van Zoom. Je hebt er eigenlijk helemaal niets voor nodig. Want het enige wat je nodig hebt is een linkje, dus je hoeft niet eens ingelogd te zijn. Er hoeft maar één iemand ingelogd te zijn en dat is degene die de uitnodiging doet. Oké, dat was het voor Zoom. Veel plezier hiermee.